Nou, ik ben Gert Datema en ik heb hier een melkveebedrijf samen met José. Dat is eigenlijk de hoofdtak die wij hebben en waar we ook eigenlijk mee begonnen zijn hier. Vervolgens is daar de camping bijgekomen en nu hebben we daar ook nog een hotelletje bij, een boertel. Dat is een hotel op de boerderij. Dat zijn eigenlijk hotelkamertjes op de boerderij. Je merkt dat mensen hier vaak komen en die hebben ook een bepaalde affiniteit met de boerderij. Dus ze vinden het heerlijk om in een stal te lopen, om met de kalfjes te knuffelen, kinderen lekker spelen. Ik ben eigenlijk opgevoed met de weidevogels en wij spaarden altijd al nesten. Toen het nog helemaal, dat was echt particulier, maar de laatste 10 jaar is het georganiseerd en kun je daar geld voor krijgen, dat je daar dingen voor laat, wordt voor gecompenseerd, zo moet je zien. De charme van onze neventak is ook dat dat die boerderij erbij is juist en een volwaardig boerenbedrijf is en dat willen we ook zo houden. We hopen wel dat onze tweede tak wel een dusdanige inbreng gaat geven. Dat je zegt van, dat wordt een heel mooi verhaal met elkaar. We willen niet heel erg groot zijn. We willen graag contact met de mensen. Dat vinden we plezierig. En ja, de groei is nu met de familiekamer erbij. Dus dat is, dat is nog even, hoe gaat dat lopen? Nou, de toekomst van het bedrijf, dat is dat we onze veehouderijtak ook economisch interessant moeten houden. Onze oudste zoon is 14 en die wil misschien boer worden. Het moet ook zo zijn als die jongen de leeftijd bereikt heeft, dat hij ook nog de kans heeft om daar een goed bedrijf op te hebben. Dat is Mijn naam is Carlijn Bellinga, ik werk voor To Be Flex uitzendbureau in Niekerk en ik ben mede-eigenaar. Mijn naam is Lisanne Bellinga, To Be Flex is ons uitzendbureau en ik ben mede-eigenaar van To Be Flex. To Be Flex is gespecialiseerd in uitvoerend werk. Dus daarbij kan je vooral denken aan grondverzet, bouw, hovenierszorg, ga zo maar door. Dat is vooral waar we in gespecialiseerd zijn. Maar ja, we pakken alles wel aan. We hebben vooral aanpakkers aan het werk en daar staan wij voor. We zijn eigenlijk in sneltreinvaten gegaan. We begonnen met niets en inmiddels hebben we in verschillende branches mensen aan het werk gezet. En daarnaast doen we ook nog een stuk reïntegratie. Nou, in de toekomst willen we vooral groter groeien. We willen ons werknemersbestand uitbreiden. En ook ons werkgeversbestand natuurlijk. En we willen ons ook verder in de provincie gaan vestigen. Mijn naam is Mieke van der Veen. Ik werk bij het bedrijf Sportcentrum Ekeburen en mijn functie is bedrijfsleider. Nou, in eerste instantie is het natuurlijk een accommodatie waar mensen kunnen sporten. Wat heel belangrijk is, bewegen, zwemmen, alle andere sporten. En ten tweede is het een accommodatie waar mensen ook komen voor wat sociale praatjes, contacten, wat ook heel belangrijk is. En ook wij, de mensen die hier werken, vinden het sociale heel belangrijk. Dus we willen de mensen het goed gevoel geven dat we blij zijn dat ze hier komen. Kleinschalig, heel gemoedelijk, heel sociaal. Nou, wat willen we nog meer? Ik zie de toekomst van Ekeburen heel goed. Ik denk dat wij toch onze lesjes blijven houden, onze doelgroepen blijven houden. Het is niet zo dat we kunnen gaan stilzitten in de stoel. We zijn er wel en het gaat allemaal wel zo. Dus zo werkt het niet. We moeten wel aan de weg blijven timmeren. Maar daarbij heb ik wel heel goed gevoel dat dit blijft zoals het is en dan misschien nog wel een beetje verder. Mijn naam is Huike Harm Noordhof. Ik heb deze bakkerij samen met mijn vrouw. We zijn allebei vennoot van dit bedrijf. Zij doet voornamelijk de winkel en ik doe voornamelijk de bakkerij met een medewerker. Nee, het bedrijf is niet gegroeid.
Mijn Gronings Brood. Ja, vaststellen. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Bedrijven niet gegroeid. Nee. Ja, qua omzet wel, maar niet qua grote bereik. Nee. Ja, er is wel toekomst binnen een kleine gemeenschap ook voor een bedrijf als wat wij hebben. Alleen, ja, je hebt wel klanten nodig. Ja. En dat hangt dus ook een beetje van de mentaliteit van de burgers af. Gaat men allemaal naar de grote kernen om boodschappen te doen bij het groot winkelbedrijf, dan wordt het voor ons moeilijk, wordt het voor een slager moeilijk, wordt een groenteman moeilijk, wordt het zelfs voor een kleine supermarkt moeilijk. Dus dan hebben de burgers hebben wel een zekere verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van hun eigen gemeente, van hun eigen gemeenschap, van hun eigen dorp. Ik ben Tamara de Haan. Ik werk als directeur op de samenwerkingsschool De Aquarel in Sebaldeburen. En dat valt onder Stichting Westerwijs. Deze school is eigenlijk wel een soort ontmoetingsplek voor de mensen die in het dorp wonen. Natuurlijk gaan de kinderen hier naar school. Veelal zijn ook de ouders hier al naar school geweest. Zo niet, misschien zelfs al wel de grootouders hier naar school geweest. Het is heeft een belangrijke functie in deze gemeenschap. Daarnaast is het ook nog een bijzonder gebouw, want het zit hier samen met het dorpshuis in één gebouw. Sinds 2007 is dat helemaal verbouwd, waardoor het ook nog eens een extra dimensie heeft. Aan de ene kant, het leerlingenaantal neemt af, dat staat onomstotelijk vast, daar is niet aan te twijfelen. Dat betekent dat er wat mee gedaan wordt. En soms kun je zeggen, krimp is heel negatief, soms kan het ook een kans bieden. Hier hebben ze van de nood een deugd gemaakt. Ze hebben van twee scholen uiteindelijk besloten. Los hadden ze geen bestaansrecht, maar samen hebben ze wel degelijk bestaansrecht. En eigenlijk na 5 jaar kunnen we zeggen dat ze eigenlijk ook wel een toegevoegde waarde hebben.